Wij moeten echt van ons gaan laten horen. De stille motor moet een ronkende motor worden. Anders gaat er gewoon nooit geen verandering komen. Ik ben Kees van Leeuwen, 53 jaar en ik zit al 31 jaar op de bus. Ik ben de coole docent. Het allermooiste aan mijn vak vind ik dat ik... Nou, het is een gevoel van vrijheid, hè? Je bent onderweg je eigen baas. Ik ga altijd heel vroeg, ik ben de eerste op school altijd. En ik hou daarvan. Door die lach die je weer krijgt op het moment dat je de deur weer uitloopt. Op dat moment vind ik heerlijk, de lampen aandoen, de spullen nog een keertje controleren, rustig koffie drinken in mijn klas, wachten tot die kinderen binnenkomen. Als ik iets bereik met leerlingen waarvan zij zelf hadden gedacht, ja, maar dat gaat me echt nooit lukken. Ja, daar ben ik wel echt heel erg trots op, ja. Je doet het niet om rijk te worden, je doet het niet voor alle complimentjes die je krijgt per dag. Ik doe het omdat ik het zinnig werk vind. Het voelt gewoon heel goed om op die manier bij te dragen aan de ontwikkeling van mensen. Ik denk dat de wereld een beetje beter kan door anderen te helpen. Maar de werkdruk die erbij komt kijken is echt heel erg hoog. Het is veranderd. Het is drukker geworden. Het is een heel ander vak geworden, een heel ander beroep. Heb je enig idee wat ik op dagelijkse basis doe met die kinderen? Dan verwacht je alleen maar nog meer. Je kan niet de hele dag 8 uur lang maar doorjakkeren achter je tijd aan. Ja, veel stress. Nekpijn. Altijd aan dezelfde kant ook. Dan weet ik ook, okay, dit gaat niet goed. Ja, in mijn persoonlijke geval ben ik op een goed moment in een overspannen situatie, toestand, de school echt uitgerend. Iedereen heeft een bepaalde grens en Ik ben bang dat die grens steeds dichter bereikt wordt, dat die emmer overloopt. Op het spel staat dat de buschauffeur uitsterft. Binnen nu en 10 jaar bestaat het vak niet meer. De kenniseconomie staat op het spel. En dat durf ik heel hard in te zijn. Ik zie dat echt zwart voor me. Als we dit niet gaan stoppen, dan zie ik echt een enorme keldering van de kwaliteit van onderwijs. Er gaan ongelukken gebeuren. Ja, en dat is het schrijnende. Ja, je kunt ze gewoon niet die zorg en die begeleiding bieden die ze nodig hebben. En waar ze wel zo ontzettend veel recht op hebben. Die zorg die staat gewoon in de afgrond. Ja. En ondertussen moet je met minder geld, minder mensen, moet je hetzelfde doen? Dat kan niet. We zien het fout gaan en we zijn aan het roepen aan iedereen. Jongens, kijk wat er gebeurt. Iedereen valt om. We hebben geen keus. We hebben gewoon geen mensen. Ik denk dat het echt anders moet. Er moet wel wat gebeuren. Er moet wel een kentering zijn op dit moment. Er moet wel iets gebeuren nu. Ja, er moet iemand zijn die een keer zijn mond opentrekt. Zeggen we, jongens, tot hier en niet verder. We moeten met z'n allen opstaan. We moeten echt met z'n allen op gaan staan. We moeten het niet meer pikken. Die stille motor, die moet ze veel meer laten horen. De stille motor moet een ronkende motor worden. En die moet af en toe ook keihard op de rem gaan trappen. Ja, revolutie. Voor tijd.